Breda Nu. Je weet het meteen. Ieder jaar wordt het Stukafest georganiseerd in Breda. In verschillende studentenhuizen treden diverse artiesten op. Het was dit jaar een andere vorm en een vaste tour. Dus er waren drie verschillende groepen die langs drie vaste kamers gingen. Met elke reisleider. Dus elke groep ging in een vaste volgorde langs een kamer. Ik heb opgetreden als cabaretier bij Stukafest en ik ben Victor-Louis van Es. Ja, ik heb meegedaan met kameretten en daar heb ik gewoon een programma voor geschreven van een half uur. En ik ben nu gewoon ook nieuwe grappen aan het schrijven, dus een beetje mengelmoes daarvan. Dus gewoon veel schrijven. En wat vind je van Stukafest? Ja, heel tof. Ik heb het één keer eerder gedaan ook in Utrecht, dus ik ken het concept al. En nu in Breda, het is hartstikke leuk. Ook echt een studentenkamer. 100% studentenkamer, denk ik. Dat is wel leuk. En je hebt net een soort van een show gedaan. Hoe ging dat voor jouw gevoel? Ja, goed, maar het is wel even heel anders. Ik sta normaal gesproken in theater of in een comedyclub. Dus het is wel even een andere setting, ook voor het publiek. Maar dat is ook wel de charme, dat het gewoon juist in iemands huiskamer is. Dus leuk, intiem, heel erg dichtbij. Dus cool. En stel, mensen willen jou vaker zien. Waar kunnen ze jou zien? Comedy Café Amsterdam. Daar speel ik regelmatig. Op mijn website moeten ze kijken. Dat is victorlouisvanes.nl. En daar kunnen ze me dan mijn speelschema zien voor kameretten. En hopelijk in 2018-19 ga ik avondvullen met mijn eigen programma. Dus genoeg kansen. Flamingo drinking from a cocktail glass. I'm in the law with someone else's wife. Hey little bird. Victor-Louis van Es is een beginnend cabaretier, die was echt super grappig. En Tom Neven is eigenlijk een akoestische gitarist, een singer-songwriter, maar die heeft daar omheen gevormd een band. Dus die had ook iemand bij de ukulele speelde, iemand die viool speelde en een bassist bij zich. Dus uiteindelijk waren ze met z'n vieren en dat was echt heel vet in de woonkamer. En je hebt ook de Holing en die zijn normaal met z'n zessen, maar die speelden nu juist heel akoestisch en die waren nou met z'n tweeën. En waar Tom Neven juist heel zacht en heel lieflijk is en een beetje depressief eigenlijk, depressieve mooie liedjes, was de Holing juist heel rauw, heel open, heel stoer eigenlijk. Het was heel groot contrast tussen die twee artiesten. Dus het waren drie hele verschillende artiesten, maar wel alle drie hun hele eigen stijl.